De bussen en boten die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf NVB overwegen hun opgeschorte acties te hervatten. Iwan Boon, ondervoorzitter van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname, OBS, zegt dat de reguliere betalingen die afgelopen maandag gestort zouden worden, tot nog toe niet op de rekeningen staan van de bus- en boothouders. Ook heeft de leiding van NVB aan Boon aangegeven dat de gelden nog niet op hun rekening staan om de overmaking te doen. Vanaf maandag zou er gestort moeten worden. Dat is niet gebeurd. Dus maandag heb ik, vanaf maandag, iedere dag heb ik contact met het. Tot en met vanmorgen nog. Okay. Overwegen jullie om vandaag nog in actie te gaan of pas de volgende? Dus eigenlijk wil ik dat even nog als een soort verrassing. In mijn strategie wil ik eigenlijk nog niet prijsgeven. No? Want het zijn meerdere modellen die de OBS heeft om zaken eigenlijk gedaan te willen krijgen, heb ik vele modellen die ik kan toepassen. En dat wil ik nog even voor mezelf houden. Dit is een van de acties waar ik sterk heb geleerd van, is dat ik gewoon eigenlijk niet meer. Waar is het vertrouwen dan? Mm-hmm. Je vertrouwt mensen, ze maken afspraken met je. En op een gegeven moment komt er niet bij de bus. Boon zegt dat de opgeschorte acties hervat zullen worden als de betalingen niet op korte termijn worden overgemaakt. De bondsman hoopt dat de regering een luisterend oor heeft om de zaken van de NVB bussen en boten in orde te maken. Boon zal deze keer geen ultimatum stellen omdat hij zijn actiestrategie niet wil prijsgeven.